Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Vandaag gaan we maken een stempel met de laser. Voor het maken van een stempel heb je de volgende dingen nodig. Om te beginnen het rubber om de stempel uit te maken. En dit gaan we dus laseren. Daar kom ik straks uitgebreid op terug natuurlijk. Deze platen overigens kun je bestellen bij Amazon of bij AliExpress, net wat je wilt. Zijn ook niet zo verschrikkelijk duur en kun je behoorlijk wat stempels uithalen. Dus dit is zeker de moeite waard om te gaan gebruiken. Het tweede wat we bij een stempel nodig hebben is niet alleen dat rubber, maar ook iets om dat rubber op te plakken, zodat je uiteindelijk de stempel kunt zetten. Dan kan je natuurlijk zeggen van ja, we lezen, dus doe dat eens met hout. Maar waarom zou ik dat niet eens combineren met de 3D printer. Dus ik ga het stempelgedeelte, zeg maar het gedeelte wat je vast hebt, dat ga ik met de 3D printer maken. Ik ga je zo meteen laten zien hoe ik dat ontwerp in het programma Tinkercad. Vervolgens gaan we dat printen. In de tussentijd, dat ga ik wel even off camera doen, even testen welke settings het beste zijn voor die rubbermat. Ik zeg gelijk erbij. Ik kies daarvoor meestal een video die in de buurt komt bij datgene wat ik ga doen. Met name als het gaat om de kracht van de laser. En dan maak ik kleine vierkantjes van 1 bij 1 centimeter, een stuk of 4, 5, met verschillende settings. En ga aan de hand daarvan kijken wat de meest ideale settings zijn. Ik heb begrepen uit een van de video's dat het nogal een bende geeft, dus daar moet je rekening mee houden. Het geeft nogal wat rotzooi, dus achteraf de stofzuiger bij de hand om de zaken weer schoon te maken. Om stempels te kunnen plaatsen hebben we natuurlijk een stempelkussen nodig. Deze komt ook weer van AliExpress af en omdat ik altijd bang ben dat zo'n ding dan uitgedroogd is. Want wie weet hoe lang het ding op de schap ligt. Gelijk even inkt meebesteld, zodat je dat ook kunt navullen. En wat we natuurlijk nodig hebben, en ook dat is iets wat ontworpen moet worden, en dat ga ik u ook laten zien, dat doen we natuurlijk in Lightburn, dat is het ontwerp voor de stempel. Ik kies ervoor om een ronde stempel te gaan maken. En ik ga je dat proces laten zien. Ik zeg er gelijk bij, ik verkeer in een hele slechte situatie op het moment, voor mezelf gewoon. Dus ik weet niet of er in de komende weken nog meer video's gaan komen. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben te down om daar echt iets mee te doen op dit moment. Maar ik ga deze video in ieder geval proberen over de bühne te laten gaan. Omdat ik deze al een tijdje op de planning had staan. Veel plezier bij het kijken naar deze video. De website die ik gebruik om een 3D printontwerp te maken. Daar zijn er verschillende natuurlijk voor verschillende programma's, verschillende websites. De meest eenvoudige is de website tinkercad.com. En in mijn video's, in mijn kanaal staat ergens zelfs een korte training daarover. We zien hier de website www.tinkercad.com. Je kunt daar een gratis account op aanmaken. En dan klik ik hier op maken. Natuurlijk is het handig als je van tevoren weet ongeveer wat het moet gaan zijn. Nou, ik kan zo zeggen dat zeg maar de onderzijde van de stempel, die gaat een goede 4 centimeter in diameter zijn. Uiteindelijk de rubbermat die ik maak gaat iets van 38 mm zijn. En die kan daar dan dus op worden aangebracht. En dat doen we eigenlijk door hier simpelweg cilinder te pakken. Ik maak de zijde zoveel mogelijk. Als je heel goed kijkt, zie je namelijk dat het zeg maar als het ware rechte lijntjes zijn. Ik zal even inzoomen erop. Dan zie je dat het een soort plankjes hier tegen elkaar aangelegd, zeg maar. Door de zijde te verhogen, zien we dat dat verdwijnt. Zie je dat? En op die manier hebben we een rond object. Nu heeft dat nog niet de juiste mate, want dat is 20 bij 20 en dat moet het dubbele gaan zijn. Ik ga het zelfs 42 bij 42 maken, denk ik. Zo. Nou, zo hoog als die hier is, hoeft die ook niet te zijn. Dit is namelijk 2 centimeter hoog. Even laten zien, dat kun je zien aan dit blokje. 20 millimeter. Nou, dat is rijkelijk veel. Ik denk 10 voldoende. We hoeven ook niet een 3D-object te maken wat zeg maar zo verschrikkelijk veel ruimte in beslag neemt. Dat is eigenlijk allemaal niet zo noodzakelijk.
Dan willen we natuurlijk iets waardoor we hem bovenaan vast kunnen houden. Want zo kun je die stempel, dat stempelkussen niet, of die stempel niet echt goed vasthouden natuurlijk. Dus wat pak ik? Ik pak dit object hier. Nou is dit een centimeter hoog, dus ik ga hem eerst zorgen dat hij een centimeter omhoog komt. Even kijken, 9, 10, zo. En dan zet ik hem op mijn object. Dat willen we graag even centreren, dus daarvoor ga ik ze allebei tegelijk selecteren. En ik zeg hier zo, ik wil hem van links naar rechts gecentreerd en van voor naar achter. Niet van omhoog en omlaag, want dan zit hij niet meer waar ik hem wil hebben, zeg maar. Tot slot ga ik hier nog een bol bovenop maken. Nou, misschien moet ik dit zelfs nog, want het is, ja, zullen we doen. Eens even kijken. Ik kan het ietsjes breder maken. Laat ik hem 30 bij 30 maken en dat dan even opnieuw doen. Dat is misschien, dat had ik nog niet gedaan. En hem dan misschien ook iets hoger maken, want hij is nu, heeft ook deze, dus 10 en 20 is 30 bij elkaar. En ik wil hem eigenlijk zo'n 60 hoog hebben. Dus ik ga hem denk ik 40 maken. Dan mis ik dus nog 10, zul je zeggen. Ja, dat klopt. Helemaal correct. Goed gerekend. Even dezelfde truc nog een keer uithalen, zodat hij keurig gecentreerd is. Voilà. Ga hem even uitzoomen. En nu pak ik gewoon een bal. En we weten dat dit 40 hoog is. Nou, hij hoeft niet het hele van die bal. We gaan hem omhoog brengen naar 30 toe. Zo. Dan gaan we hem eventjes naar ons object toe brengen. Nou, die bal is nog niet groot genoeg. Die moet nog wat groter. Die gaan we weer naar, naar 25 bij 25, denk ik, brengen. Zo. Ik haal hem er even uit. Wat ga ik namelijk doen? Ik ga eerst deze eerste twee objecten samenvoegen. Ik zeg van, oké, jullie worden nu één vorm. Zo, dat is die nu. Nu kan ik hem eroverheen gaan trekken. En dan ga ik hier alles weer selecteren. En dan ga ik weer diezelfde truc uithalen. Alleen op de bodem, zeg maar, als het ware. En als ik dit nu samenvoeg, dan heb ik denk ik een redelijk stempelkussentje, een redelijk stempeltje gemaakt. Wat alles bij elkaar, als het goed is. En dan moet ik zo even kijken. Ja, als het goed is, zo'n 60 centimeter hoog zou moeten zijn. Maar een klein rekenfoutje van ons leert ons dat het geen 60 centimeter is. Dat heeft te maken met het feit dat die onderkant 10 is. Dit middenstuk was 20, heb ik 30 van gemaakt, is 40. Deze was 20 en dan halverwege, want hij komt half in het object te zitten. Dan is het maar 50. Dus wat gaan we doen? We gaan hier 60 van maken, van deze hier. Dat maakt niet zo heel veel uit namelijk nu. Het ziet er zo verder ook goed uit. En we gaan de titel veranderen. Ik ga hem stempel noemen. Voilà. Nu gaan we terug naar het hoofdscherm. Klikken we hier op die stempel en we gaan zeggen downloaden. Ik download hem naar een plek waar ik uiteindelijk hem, waar vandaan ik hem op mijn printer kan gaan zetten. En dat is dan ook de volgende stap die we gaan doen. Dat ga ik je verder niet laten zien. Dit is eigenlijk normaal standaard werk voor iemand die een 3D printer heeft. En in mijn video's zitten heel veel video's ook over de 3D printer. Alleen zijn dat video's die wat jaren geleden zijn. Maar dat werkt nog steeds hetzelfde. Dus dit is zoals we het gaan doen. En dan gaan we zo meteen beginnen met het ontwerp van de stempel. Nadat we de stempel hebben gemaakt met de 3D printer. En die is heel erg goed gelukt, kan ik u zeggen. U gaat dat straks natuurlijk zien in de video. Is het natuurlijk nu zaak dat we het ontwerp van het rubber gaan doen. Dus datgene wat werkelijk afgedrukt wordt als je deze stempel ergens op plaatst. Nou weten jullie vast dat ik over het algemeen on the fly werk. Dat wil zeggen, ik maak een video op basis van wat ik op dat moment doe. Dus ik heb het niet voorbedacht. Ja, ik heb een stukje voorbedacht van wat erop moet staan, maar niet welke lettertypes en al dat soort dingen meer. Dus we gaan gewoon beginnen. We gaan zien waar het schip terecht gaat stranden, zeg maar, waar we terecht gaan komen. Ik heb zeg maar die
Dat stempelgedeelte wat je in je hand houdt hebt, is 42 mm geworden. Ik ga dus een stempel maken met een diameter van 39 mm. Dus wat gaan we doen? We gaan een cirkel maken. En die cirkel die maak ik ietsje pietsje groter. Ik zal daar zo op terugkomen, maar waarom? Ik moet natuurlijk wel zorgen dat die keurig rond is. Is die nu nog niet? Dus ik zet hem hier op slot. Nou, nog niet op slot. Even losmaken. En dan ga ik hem op een breedte van 40 mm ga ik hem maken. En ik zet ook de hoogte op 40 mm. Uiteindelijk gaat die 39 worden, maar dat is even een bijzaak. Ik zet hem ook gelijk in het midden. En ik ga erop inzoomen door simpelweg hem helemaal in beeld te brengen. Oké. Eerste wat ik ga doen, ik ga dit eventjes zetten op een toolpad. Ik zet hem op een toolpad. Ik ga hem daar straks weer vanaf halen, zul je merken. Maar dat gaan we zo meteen zien. Nu ga ik een wat kleinere cirkel maken. En die cirkel die gaat worden 39 mm. Die cirkel die ik nu ga maken, die is ervoor om hem straks uit te snijden. En we moeten straks in de gaten houden dat als ik ga laseren. Ik ga namelijk eerst graveren, dus zeg maar materiaal van dat rubber weglaseren. En dan aan het eind ga ik hem pas snijden. Dat is normaal. Echter, doordat je dan zeg maar dieper zit in dat rubber, moet ik eigenlijk die twee processen los van elkaar zien. Dus even met een tussenpauze, zodat ik zeg maar opnieuw kan focussen met de laser. Dat is even van belang. Dus ik maak een nieuwe cirkel. En die ga ik maken 39 mm. Nou, je doet dat met de cirkeltool, je shift-toets ingedrukt houden, dan zal het ook een cirkel worden. Hij zit alleen nu niet in het midden. En hij staat op dit moment op de toolpadlijn. Ik ga hem op de zwarte lijn zetten. Ik ga hem centreren. Ik zorg ervoor dat mijn slotje dicht zit en ik zet hem op 39 mm. Zo. Voilà. Dit wordt mijn snijlijn. Dus ik ga zwart gaat een snijlijn worden. Nou, dat gaan we gelijk even doen. Zwart wordt een snijlijn. Ik heb inmiddels getest met welke settings ik dit materiaal wil gaan laseren. En de snijlijn, dat gaat worden gelaserd met de volgende snelheid. 300 mm per minuut. 95%. En voor de zekerheid ga ik er 5 keer overheen. Ja? Dus ik wil er eigenlijk doorheen. Want het is best lastig om er helemaal doorheen te komen. Hij staat niet op de goede plek, hij moet eigenlijk helemaal naar beneden. En ik doe even de output uitzetten, want dat willen we op dit moment even niet. Hij mag wel getoond worden, maar we gaan niet de output gebruiken. Goed, pakken we even dat toolpad. Dat is de grote cirkel. En die grote cirkel die ga ik op blauw zetten. Dit is de gravure, zeg maar. Ja? En die gravure, dat wordt dus een vulopdracht. En dus die heb ik hier ook al gemaakt. En de vul settings. Die gaan bedragen 1500 mm per minuut bij 75%. Dan in raster gelaserd. 254 lijnen per inch. Dat is de standaard instelling voor mijn laser. Dat is het maximale wat hij kan. Gaat er twee maal overheen. En hier komt een hele belangrijke. Als je gaat naar geavanceerd. Het is alleen bij dat vullen. Dan kunnen we hier een hellingslengte instellen. Die stellen we in op 0,25 en de schuif buitenrand klikken we aan. Wat doet dit? Dit zorgt ervoor dat zeg maar datgene wat weggelezen wordt niet voor een, ja als het ware, dat er een stukje rubber rechtop blijft staan. Maar dat er bovenin wat taps toeloopt. En dat is wat mooier voor het maken van de stempel als het goed is. Dit heb ik natuurlijk vanuit een andere video. Geen zorg. Maar dat is wat ik ga doen. Oké. Nu wil ik daar tekst in hebben. Laat ik hem heel eventjes even op lijn zetten, die blauwe lijn, want anders zie ik niks. Ik ga tekst erin zetten. En ik ga er een afbeelding in zetten. Laat ik beginnen met de afbeelding. Dus ik ga naar importeren. Die afbeelding heb ik gedownload. En dat is de afbeelding die heet Kit. Nou, je ziet dat die veel te groot is, dus we gaan even lekker uitzoomen. Hoppatee. En we gaan die afbeelding even traceren. Rechtsklikken. Afbeelding overtrekken. Voilà. Prima. Kunnen we vervolgens die er even uitslepen. Zo, daar is die. En de originele afbeelding weggooien. Dan gaan we deze, een heel stuk, die gaan we op vullen zetten. Zo. En we gaan hem natuurlijk een heel stuk kleiner maken. We hadden gezegd 39 mm. Nou, ik denk dat als je deze zo'n 30 mm maakt, dat het al heel wat is. Dus ik zet hem even op de hoogte van 30 mm. Zo. En dan gaan we hem naar ons object brengen.
We gaan even inzoomen weer. En we zien hier, heel verrassend in dit geval, en dit is ook wat we willen zien, dat zeg maar onze afbeelding in feite wit is. Namelijk het blauwe wordt straks weggelezerd. Het witte is wat in feite blijft staan, zeg maar. Die moet ik even oppassen natuurlijk, want dan moet ik wel even zorgen dat ik de goede... Even zien hoor. Ja, want deze moet natuurlijk wel in het midden staan. Dus dan gaan we eerst even centreren. En dan doen we deze weer centreren. Ja, en nou staat die in het midden. We hebben een firma. Die firma die heet Crebo Fun Products. En dus ga ik er tekst in plaatsen. Want dit gaat een stempel worden voor als de borg betaald is, zeg maar. Dus we gaan hier bovenin de tekst plaatsen, Crebo Fun Products. Ik begin hier gewoon in het midden. Het is veel te groot, hè, want dat zie je nu al. Dus we gaan naar beneden toe. Ik denk dat dit voldoende is. Even wachten, want dan moet je altijd even twee keer aanklikken. Kijk. Je zegt, ja, dat kan toch zo niet. Products is sowieso met een S op het eind. Oké. Het eerste wat we kunnen doen, we kunnen het lettertype gaan aanpassen. Laten we daar eerst maar eens mee aan de gang gaan. Laten we eerst maar eens kijken of we een beetje een leuk lettertype hebben. En daar kun je dus alles voor kiezen. Maar ik zeg er wel gelijk bij dat hoe dikker dat lettertype is, hoe beter dat natuurlijk is straks voor, ja, voor dat wat we willen eigenlijk. Dat ziet er beter uit, zeg maar, in de stempel. Is dit mooi? Weet ik niet. Ik vind dat net iets te dik. Nou, laten we deze nemen. Ziet er nog niet goed uit, want ik wil hem eigenlijk wat afgerond hebben. Dus ik klik hem aan en dan kan ik hem dus wat gaan afronden. En dan moet ik even kijken, dat was, welke was dat? Even eruit halen. Dat, oh, deze hier, ja. Die is toevallig blauw, dat dingetje, dus het is een beetje vervelend als je dat zo ziet. Even kijken hoe dat nu uitpakt. Het is net iets te veel geweest, hè, zeg ik dan. Nou, dit is hij weer, dat is die cirkel. Het is altijd even een beetje pielen, hè. Het is even een heel klein beetje pielen. Zoiets, denk ik. Oké, Crebo Fun Products, prima. En aan de onderkant komt te staan betaald. Ja? En daar gaan we gewoon hetzelfde lettertype voor gebruiken. Dus we gaan nog een keer dit doen. Zetten hem daarop. En klik betaald. En in dit geval kan ik hem ook wel weer eigenlijk een beetje rondmaken. Moet ik hem er even uithalen, anders zie ik... Oh, hier kan ik het wel zien toevallig. Hij zit daar. En ja, hij zit ongeveer goed. Dit is veel te veel. Dat al helemaal. Oké, zo is hij goed. Oké, stempel klaar zou je zeggen? Nee, nog niet, want ik wil er een buitenrand omheen hebben. Dus wat gaan we doen? We klikken onze cirkel aan. En we pakken nu de tool om een offset shape te doen. En die offset shape die gaan we 0.3 naar binnen toe. Dus niet naar buiten, maar naar binnen. Voilà, dat is 1. En dat doen we vervolgens nog een keer. Je zult zeggen, want zo ziet het er toch niet goed uit. Nee, dat klopt, want dat hadden we afgesproken. Zo was het nog niet goed. En zo zou het wel goed moeten zijn. Maar, nou moeten we even kijken waarom die dan blauw is. Even zien of ik dat kan zien. Nee. Dus ik zit hier nog met die rand, zeg maar, als het ware. Dus als ik eventjes de hoofdvorm eruit trek, dan heb ik hier nog steeds slechts eentje. Dus ik moet eigenlijk die tweede vorm, ja, hij heeft twee vormen over elkaar naar binnen getrokken. Dus ik ga ook de tweede 0,3 mm doen, ook naar binnen. Zo, nu heb ik er twee. En nu zou dat er eigenlijk wat beter uit moeten zien. Maar, het is nog niet wat het moet zijn, want we wilden eigenlijk dat het witte blauw is en het blauwe
wit is natuurlijk. Dat is eigenlijk de bedoeling van dit verhaal, van deze exercitie. Dus eigenlijk gaat er iets niet helemaal goed. En dat heeft alles te maken met die offsets die we erin hebben zitten. Ik moet heel even kijken. Die kan weg. En eigenlijk zou dit een heel eind heen goed moeten zijn. Maar goed, je begrijpt de bedoeling. Ik ga daar, hier gaan we het zien. Kijk, zo ziet hij er nu goed uit. Dit is zoals het hoort. Ja. Enige wat we dus nu nog missen is dus die lijn van het snijden. Die moet namelijk naar beneden, die moet onderin zitten. Kijk, maar als ik dit nu ga lezen, heb ik een keurige buitenrand die weggelezen wordt. En ik heb de tekst die overblijft en de tekening die overblijft, zeg maar. Het is even heel moeilijk, even pielen hoe je dit precies doet. Hier zijn ook wel video's verder over te vinden. Maar je moet dus zorgen dat gekleurd is datgene wat weggelezen wordt. En wit is datgene wat als het ware bovenaan blijft staan. We gaan ook het vullen straks eerst doen. Dat is ook heel duidelijk. En wat ik voor de zekerheid ga doen, want die even voor de duidelijkheid even kijken. Deze is dus 40 bij 40. Terwijl de zwarte, die is 39 bij 39 als het goed is. Dan moet ik alleen even kijken of ik die zien kan. Dit is 3801. Je moet er een tussenin zitten. Ja. Nou, goed. Ook die zwarte is niet zichtbaar vandaag natuurlijk. Ja. Ik heb hier dus die zwarte zitten. Is dat de zwarte? Nee, dat is niet de zwarte. Even kijken of we die kunnen zien hoor. Maar het belangrijkste is dat die zwarte kleine, nou dit is de zwarte, je ziet het niet echt, maar hij zit een klein stukje van de rand. Waarom doe ik dat? Omdat straks dus zeg maar het een en ander weg is gelezerd en we daar vandaan die snijrand zeg maar als het ware in het lage gedeelte doen. Alleen ga ik die 39 mm, die ga ik wel wat verhogen. Die gaat namelijk, want ik wil dat eigenlijk op 39,8 of zo zeg maar. Dan weet ik zeker dat ik niet die rand weglezer. Maar dat ik zeg maar die echte snijlijn aan de buitenkant van die rand laat lopen. Nou goed, dat ga ik nog even uitzoeken. Met deze settings gaan we het doen. In raster, er zit nog één heel belangrijk stapje wat we bijna zouden vergeten. En dat is dat we onze afdeling beelding moeten gaan spiegelen. Dus we gaan de hele zaak selecteren. We gaan het spiegelen. Dat is heel belangrijk om dat te doen. Zo. Anders komt namelijk de afbeelding niet goed op je stempel te staan. Nou, dat is nu geregeld. Hiermee gaan we zometeen naar onze laser. Alvast heel veel plezier bij de laser zometeen. Oké, we zijn klaar voor de laser. De grijze rubberen plaat ligt erin. Hij is gefocust. Ik laat ondertussen even zien dat wat we gemaakt hebben in Tinkercad en 3D geprint. Hier komt straks het stempelkussen op te zitten. Dat mensen die rubber afdrukken, zeg maar. Wat we gaan doen, we gaan beginnen met de laseractie. Dit is een behoorlijk stinkend gebeuren. Laten we dat vooropstellen. Air-assist aan. Afzuiging aan. Genoeg ventilatie. En dan ga ik nu dichtmaken, want echt, het stinkt verschrikkelijk. Ik ga je zo meteen laten zien hoe het... dat is het eerste gedeelte wat gelezen is. Nu, laten we dit precies zo liggen. We gaan naar de computer terug. En gaan dan de blauwe laag uitzetten. En de zwarte aanzetten. Dan gaan we de omkasting weer dichtmaken zometeen. Even wachten. Want wat we moeten doen, we moeten ongeveer 2 mm naar beneden met het focussen. En dat heb ik inmiddels gedaan. En dan gaan we opnieuw lezen, maar dan wordt die uitgelezen. Het moment van de waarheid. We gaan namelijk de rubberen plaat eraf halen, kijken of die hem er doorheen gesneden heeft. Dat is even de vraag. Want zo makkelijk is dat nog niet. Niet helemaal.
Maar goed, dat nemen we zoals het is. We gaan zorgen dat we dit even opensnijden met een X-Acto knife. Dan ga ik even off camera doen. X-Acto knife, altijd handig voor als je met laser werkt. Een paar dingen. Het is erg stoffig, dat had ik al aangegeven. Dat is ook zo. En het andere is, het stinkt gigantisch. Dus zorg absoluut voor goede ventilatie. Heel erg belangrijk. Ik ben zo bij je terug. Ik ga hem even uit elkaar snijden. Het is natuurlijk ook mijn eerste poging. Het is niet helemaal goed gegaan namelijk. We zien hier aan de onderzijde, daar zo, is een stukje van de rand weggevallen. Dat komt door het snijden met het X-Acto knife. En hetzelfde geldt hier aan de zijkant. Verder ziet hij er goed uit. We gaan hem toch gewoon gebruiken. Kijken of het allemaal gelukt is en of het allemaal werkt. Dat is het meest interessante ervan. Ik ga plakken met... er zit een tape achterop. Maar ik ben een beetje bang dat dat niet voldoende gaat zijn. Dus ik ga een lijm gebruiken met activator. En daarmee ga ik hem plakken op onze rode stempel die we straks gezien hebben. Ik ben zo bij je terug. Zo, hij zit erop. Nu is het een kwestie van nog even markeren met een letter hier bovenaan wat de bovenzijde en de onderzijde is. En dan kunnen we gaan kijken of de stempel naar behoren werkt. De ultieme test is natuurlijk zorgen dat we hem nu ook werkelijk gaan gebruiken. Ik heb een Chinees inkussertje besteld. Ik hoop dat hij goed is. Zo niet, dan moet ik het met inkt navullen. Maar we gaan het kijken. Het wordt in elk geval zwart. De B van boven moet boven staan. Ja. En voilà. We krijgen een keurig afdrukje. Met zoals ik al zei, alleen jammer dat we een heel klein beetje bij het met het X-Acto knife verwijderen van de rand, zeg maar. Heel klein beetje van die buitenrand meegenomen hebben. En dat zien we hier aan de zijkant en een beetje aan de onderkant. Lettertype had ook iets groter gemogen, maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Het is een test en je ziet, het werkt. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Sorry voor het wazige stukje van het maken van het ontwerp. Want dat vond ik zelf wel een beetje wazig. Maar het zijn niet anders. Je weet, ik werk on the flight. En dat betekent dat de fouten gemaakt worden terwijl ik het gewoon doe. En ik film het gewoon mee. Tot de volgende keer. Dag. Ja.